Ook Helmond Sport kreeg een pak slaag. Het was kansloos in de polder tegen Almere City. En heeft dus wat goed te maken. Nou ja, Haverkotte doet dat wel. Op een kopbal van heel dichtbij van Mitchell van Rooyen. Uitstekende redding van Mike Haverkotte. Goed begin dus van Helmond Sport. Coach Schwinne wil eigenlijk een reactie zien op de afgang in Almere. Daar een omhaal. En ja, die omhaal is niet het verhaal, maar wel deze kaart. Het is ontzettend dom van Verrijken. Die heeft even daarvoor al geel gehad en gaat zo het duel in. Ja, met de elleboog naar voren. En dan kan de scheidsrechter Gerrits niets anders doen dan hem zijn tweede gele kaart geven. En dus dan ook nog eens een keer in eigen stadion met 10 man tegen VVV. Dat twee wedstrijden op rij niet gescoord heeft en dus ook wel weer eens toe is aan een doelpunt. VVV is ook wat sterker in deze fase en scoort ook. Het doelpunt van Carl Johansson. Ngobi is de man van de assist. Kijk, en die krijgt hier ook alle tijd en ruimte. Dan glijdt er nog iemand uit en is Haverkotte uiteindelijk toch geklopt op dat schot van dichtbij van de Zweed. Helmond Sport heeft weinig te vertellen. We spelen dan al een uur. En het elftal van Zwinnen gaat naar de slagbank, want hier is Venema. De man die kwam van Jong FC Utrecht, werd gehuurd. Maakt hier zijn vijfde doelpunt van het seizoen. Haverkotte kan hier dan ook helemaal niets aan doen. En Helmond Sport, dat al 9 keer niet gewonnen heeft in eigen huis, gaat daar ongetwijfeld ook nog een 10e aan toevoegen. Want in de buurt komen van de VVV-goal. Nee, dat is lastig. Sterker nog, het wordt 3-0 voor de Limburgers. Het is de tweede voor Venema. En zo is het eigenlijk een gemakkelijke avond voor de Limburgers in Brabant. En wint VVV van Helmond. 18e nederlaag voor Helmond dit seizoen.